Wat is dat toch, vrienden, met ons Nederlanders? Wij kunnen nooit maat houden. Nee, het is bij ons of we moeten nou zitten op de Mount Everest met iets of met iemand. Of we zitten met z'n allen daar in Tirol in het Zillertaal. En nooit een tussenweg. Nee, want kijk, Virgil van Dijk, ik noem maar even iemand. Hè? Oh, als die bij Liverpool speelt en hij wint wat. Oh, dan moeten we toch aan de hele wereld laten weten dat Virgil van Dijk wel een Nederlander is. En dan zijn we al zo trots op de Virgil. En dan, oh man, oh, dan tillen we hem helemaal op het schild. En dat vinden we top. En nou speelt Virgil dan een beetje een mindere wedstrijd in het Nederlands elftal. En hop! Ja hoor, dan duiken we vol op hem. En dan kan Virgil van Dijk er opeens helemaal niks meer van. Dat kan ik niet volgen. En dat vind ik gewoon een hele slechte eigenschap van ons. Ja, het is of hier, of het is in eentje daar. Ja, het kan niet gewoon. Neem bijvoorbeeld onze vriend Noppert. Hebben we dat gevolgd, hoe dat ging met Noppert? De keeper, hè? Dus Noppert, die kwam in de Nederlands elftal. Nou, daar kwam dus een bak kritiek op Van Gaal. Dat kon niet, want Noppert die had nog nooit gekiept in belangrijke wedstrijden. En die kwam net pas kijken bij Heerenveen. En dat kon allemaal niet. En het moest Bijlouw moest erin en Silissen moest erin. En absoluut geen Noppert. Nou. Goed, nou, Noppert gaat toch het Nederlands elftal in. Noppert speelt een goede wedstrijd, eerste keer. En home! Ja, daar gingen we weer hoor. Vol op de Mount Everest met Noppert. Ah, dat was de beste. En geweldig. En zo'n leuke jongen. En zulke leuke interviews. En oh, en er kwamen Noppert hamburgers. En Noppert tompoezen. En hij kreeg een bijnaam van de Tower van Jouweren, weet ik veel. En ja, het kon niet op. En nu? Ja, Ecuador die maakt het doelpunt. En hup. Die Noppert krijgt de schuld. En iedereen zit hier te piepen over Noppert. En dat er toch maar weer een andere keeper moet komen. En hup, daar gingen we weer met z'n allen het Zillertaal in. Nou ja, het kan toch niet, vrienden. Of we hemelen iemand zo verschrikkelijk op. Dat hij werkelijk in zo'n ijle lucht terechtkomt. Dat hij ademnood krijgt. Of we schoppen iemand zo verschrikkelijk de grond in. Dat hij nooit meer boven komt. Ja. Nou ja, vrienden, ik zou zeggen, ik ben het daar niet mee eens. Ik zeg Virgil, geweldig. En ik zeg Noppert, geweldig.